Hallo? 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 Hé, hey, je valt bijna van de bank af, joh. Hé! Hey. Hi! Hi! Hallo? Oké, tip van Flip. Als je extern bestelt en ze sturen je een proef om het na te kijken, kijk dan elk detail na. Deze suffert dacht, jullie gebruiken mijn bestanden, dus dan verander je daar toch niks aan. Het is misschien qua kleur dat ik het na moet kijken, et cetera. Maar nu zie ik dus, mijn nieuwe stickers komen dus binnen, of niet nieuwe stickers, het zijn mijn stickers al, maar ik wil ze dus extern laten printen. En ik weet niet of je het kan zien, misschien moet ik het aan die kant. Kijk naar de onderste rij. Dat had gewoon één hartje moeten zijn en blijkbaar, het lijkt erop alsof ze de rij erachter nog een keer hebben gehad. Dus je hebt een hartje en daarachter zie je nog een stukje van een hartje. Jongens. Dat gaat hem dus niet worden. Die hele stapel kan ik niet verkopen. Of voor heel veel minder, of cadeautje gratis erbij. En nu zie ik ook, overal bij mijn stickers staat altijd de titel boven. Bijvoorbeeld Sissy Camping Girl, sticker sheet en dan een code. Die code is vooral voor mij, dat is makkelijk met inpakken. Omdat ik inmiddels al 37 verschillende designs heb. Mini quotes. Dat had dus MQ001 moeten staan. En nou ja, stickers ziet volgens mij. Dit is geen ramp. Deze kan ik natuurlijk gewoon verkopen. Want de stickers zijn echt wel schitterend. Papier is heel velvet. Heel smooth. Echt heel fijn. Je ziet amper dat het stickers zijn. Je moet echt zo kijken. Dus daar ben ik wel echt heel blij mee. Maar neem van mij aan. Dit is dus ook ondernemen. Je bestelt dus een bulp. Stickers. Dit is maar een gedeelte. Hè. De rest heb ik nog niet uitgepakt. En dan is niet alles oké. Ja. That's life. That's ondernemen. Dus onthouden als je gaat ondernemen. En creatief ondernemen. En dingen bestellen en doen. Kijk alles na. Ga er niet vanuit dat jij hebt goede bestanden aangeleverd. Dus daar werken ze mee. Nee. Blijkbaar zetten ze dingen om. En vergeten ze dingen. Passen ze dingen aan. Dus ik ga nu alles nog even één voor één heel goed nakijken. En dan moet ik ook nog eens een keer nieuwe foto's maken. Want de foto's in mijn shop heb ik natuurlijk met mijn stickers iets gewerkt. Dat papier is net even anders. Dit is meer silky, heel zacht. Of hoe zeg je dat? Smooth. Dus er moeten sowieso nieuwe foto's komen. Dus werk genoeg. Doei, ik ga aan de slag.
liefde. Ga je weer op mijn hand liggen? Nee. Ga je weer op mijn hand liggen? Hallo, hallo. Zaterdagochtend. En zeg, ik vind het wel even lekker zo, hè? Ja. Ik ga zo op pad. Ik ga naar Scrappy Light. Want ik koop mijn eigen moederdag cadeautjes. Zo doe ik dat. En daar heb ik ontzettend veel zin in. Even lekker gewoon niet meer op afspraak hoeven, maar gewoon erheen kunnen gaan. Even lekker winkelen. Hè? Ja. En ondertussen moet ik hem er maar heen laten. Kijken wat je gaat doen. Ga je lekker liggen zo? Ga je lekker liggen zo? Ik moest nog wat inpakken, maar dat gaat hem zo niet worden. Nee. Zo lekker, hè? Nee. Zo lekker, hè? Dus, fijn weekend alvast. Doei! Sorry, Jack. Ja, hebben ze. Goedemorgen. Maandagochtend. Het is 7:45. En ik ga zo meteen eerst even gezellig bloed prikken. Lang leven diabetes.
Doe ik zo'n 4 keer per jaar en dan meten ze je HbA1c-gehalte, oftewel je gemiddelde bloedwaarde van 3 maanden. En dat kan je nu ook wel door je scanner bepalen, maar bloed vertelt echt de waarheid, zeg maar. Dus kan nog een klein beetje afwijken. Dus dat ga ik zo meteen doen en daarna ga ik naar de zaak. Dan begint een nieuwe collega. En het grappige is, dat is een oud klasgenootje van mij van HAVO. Maar bababam, dan weet je ook gelijk hoe oud ik wel niet ben. Maar het is 30 jaar geleden dat we bij elkaar in het examenjaar zaten. Dus, doe het sommetje. Echt heel raar, 30 jaar, serieus. Maar goed, anyways. Dus ik ga zo op stap. En ik wil eigenlijk vanmiddag wel weer terug thuis zijn om in de studio te werken. Want ik had jullie natuurlijk laten zien dat de stickers binnen waren. En dat ik zelf wat foutjes gemaakt had. En ik moet allemaal nieuwe foto's maken en zo. En ik wil jullie natuurlijk ook wel even meenemen in mijn stickers, zodat jullie het kunnen zien. En ik wil natuurlijk laten zien wat ik allemaal gekocht heb bij Scrap Delight. En dat is best veel. Maar ja, weet je, het is zondag moederdag. Dus ik dacht, hoppata, gewoon doen. Oké, dus ga gauw op pad. Doei! Oh, staat nog niet uit. Doei! Hallo, hallo! Ik ben weer terug in mijn studio. En als je een stofzuiger hoort, dat ben ik niet. De werksters zijn bezig. Zo fijn. Voor mij is dat gewoon echt goud. Want dan kan ik gewoon hier verder. Nou, wat ben ik nu aan het doen? Ik wil zo meteen dit nog even opnemen. Dit is als vandalig mijn stash bij Scrap Delight, wat je gezien hebt eerder in het filmpje. Had ik dat al eerder laten zien? Weet ik eigenlijk even niet meer. Maar ik was zaterdag bij Scrap Delight. Ik moet nog een bestellingje inpakken en ik ben... Oh, ik kan mijn camera natuurlijk niet draaien. Nou, ik kan mezelf wel draaien. Ik ben in Photoshop bezig, want de nieuwe stickers zijn er allemaal. En dat wilde ik je natuurlijk ook laten zien, want doordat het nieuwe stickers zijn... Het is net een beetje een ander soort papier, een andere kleur wit. Ja, moet ik toch allemaal nieuwe foto's maken. Dus dat ga ik hier zo meteen doen. Daar ben ik echt serieus de hele middag zoet mee. Want ik heb 37 designs inmiddels. Er moeten allemaal foto's van gemaakt worden. Er moet allemaal geëdit worden. Die edits moet ik dan ook allemaal weer in de shop vervangen. Dus voorlopig ben ik daar zoet mee. Mijn tas waaide bijna weg. Ik hoor mezelf niet. Even zo. Even lekker naar buiten. Het schijnt hier weg te gaan stormen, had ik gehoord. Nou, je ziet vanzelf wel. Ik loop nou toch al buiten. En, de schaapjes staan er ook. Dat wil ik nog even laten zien. De dijk wordt hier altijd niet gemaaid, maar door schaapjes leeg gegeten. Toch een beetje awkward zoals je buiten loopt te filmen. Goed, komt ook wel goed, toch? Ik ga even post wegbrengen. Een paar bestellingjes. Dus ben langzaam aan het wandelen. Ben je een beetje aan het oppakken. Dat valt toch echt wel vies tegen als je de hele tijd niet hebt kunnen wandelen. En nu gewoon gaat het wel weer goed. En kan alleen nog niet zo ver als wat ik eerst ging. Dik een uur, dat gaat gewoon even niet. Maar kijk. Jij daar. Oké.
Nou, gezellig. Ik ga naar de bos echt brengen. Lekker een stukje wandelen en luisteren naar een podcast. De Vogels podcast. Heerlijk. Nou, doei. Goedemorgen, dinsdagochtend. En hey Jack. Hi. Hallo. Niks zeggen. Ik ga jullie zo eerst eens even laten zien wat ik allemaal gekocht heb bij Scrap Delight. En ik laat jullie mijn nieuwe stickers zien die ik nieuw heb laten produceren. Dit keer helemaal. En wat had ik verder op belang zijn? Ja, ik heb foto's gisteren gemaakt van al die stickers. En die moeten nu dus allemaal geëdit worden. En allemaal in de shop aangepast worden. Dus dat kost gewoon serieus mij een dag om dat allemaal te doen. Want ja, de stickers zijn anders dan hoe ze waren. Het papier is gewoon anders. Dus ja, dan wil ik ook gewoon nieuwe foto's. Want dat klopt niet meer met wat het nu is. Als je nu zou bestellen, dan bestel je natuurlijk gewoon de stickers die nu nog in de shop staan. Dat is verder geen probleem, maar ik wil, als ik mijn nieuwe stickers wil gaan verzenden, wil ik wel de juiste foto's erbij hebben. Dus Jack vindt het verhaal ook heel interessant. Ignore. Dus we gaan lekker aan de slag. Zo, wat heb ik allemaal gekocht bij Scrap Delight? Kijk, stencils, daar kan je er nooit genoeg van hebben. En deze van Vicky Boots, hè? Ik weet niet hoe ik het uitspreek, van Color Study. Zij heeft er gewoon 3 in 1. Nou, hoe fijn. Deze, deze en deze. Dan kan ik nooit genoeg hebben aan stickers en die-cuts. Die gebruik ik voornamelijk voor mijn daily journaling. Deze vond ik erg leuk van Amy Tangerine, Brave and Bold. Ik vind sowieso van Amy Tangerine alles heel erg leuk. Dus ja, deze gaan we natuurlijk perfect in ons daily journal gebruiken. Dan had ik dit al heel lang op het oog. Het was eerst mijn andere kleur, dat weet ik niet zeker meer. Maar ik dacht, hoe schattig is het, gewoon zo'n set om waterverf mee te nemen. Alleen het doosje vind ik wel helemaal leuk. Gaan jullie ook altijd voor de verpakking? Ik wel. Kijk, maak je open. Kijk dan hoe cute. Er zit een pen in, een potlood, een watervuldingetje, een sponsje. En natuurlijk aan deze kant. Oh ja, handig. Ja, zo. Kijk, een kwastje en hele mooie waterverf. En dat zijn natuurlijk deze kleurtjes die hier zitten. Nou, word ik heel gelukkig van. Nu zie ik hier wel een soort mintkleur. Dus ik vraag me wel af welke hiervan dan de mint is. Want hier ziet het er toch lichter uit, zie je dat? Maar waarschijnlijk als je het nat maakt, dan is dat wel zo. Ik laat daar nog wel een testje van zien ook. Hoppakee, die ook even weer aan de kant. En ik heb het natuurlijk allemaal van moederdag gekocht voor mezelf. Beetje veel vind je niet. Maar goed, dan pak ik gewoon 1 of 2 dingen in. En de rest ga ik natuurlijk gewoon gelijk gebruiken. Op deze hier viel ik echt voor de kleurtjes. Het zijn gelpennen. Dus ik heb er al een paar geprobeerd. Schrijft super lekker. Dan zijn dit de vinyl stickers. Ook van Amy Tangerine.
Nou, helemaal leuk toch? Vlindertje, zebraatje, wat woordjes. Ja, dat soort dingen word ik gewoon gelukkig van. En waar ik nooit genoeg van kan hebben, zijn deze stickerblokken. Dus ik heb deze van mij, Me and My Big Heidi's. En dit is de, wat staat hierop? Soul? Oh, de Happy Goals. En dit is de Color Me Happy. Ja, ik ben natuurlijk altijd wel heel erg van het happy en het kleurrijke. Daar hou ik me eenmaal van. Nog meer stickers. Dit zijn gewoon losse sheetjes. 8 sheetjes. Ook van Brave and Bold, van Amy Tangerine. En hier zie je welke het zijn. Ik zit eigenlijk wel zo te praten. Kunnen jullie het eigenlijk wel zien? Of hou ik het allemaal te hoog? Nou, dat gaat wel goed zo volgens mij. Oké. Dus dat zijn ook 8 sheetjes. Want die bloemen vind ik ook erg leuk. En al die kleurtjes. Heerlijk. Nou, Paige Evans. Ook eentje die hele mooie dingen maakt. 50 embellishments staan erop. Dat zijn dus gewoon van die die-cuts. En ik dacht, oh, die vlinders en die vogeltjes. En kijk dan die bloemen en die blaadjes. Word ik ook gelukkig van. Toen zag ik nog meer stickers. Sorry mensen. Ik ga niet heel vaak shoppen. Maar als ik ga, dan koop ik wat ik wil. Dit is van Jen Hetfield, als ik het goed zeg. Van Reaching Out. Of Reaching Out is de... Even kijken. Ah, is natuurlijk van American Crafts. Haar serie zal Reaching Out heten. Dat is nu natuurlijk wel een heel mooi thema. Ik vond het er gewoon heel gaaf uitzien. Met die pauwen en een fietsje en de regenboogachtige dingetjes. Heerlijk. En deze is van Maggie Holmes. En zij is dan weer ook van American Crafts. Nou ja, ik vond het gewoon leuk uitzien. Vooral de rolschaatsje ook. Helemaal leuk. En deze is natuurlijk weer van Amy Tangerine. Brave and Bold. Ja, haar stijl vind ik gewoon heel erg gaaf. Dus ook deze stickers weer van gekocht. Ik denk dat het 2 vellen zijn. Hè? Gewoon een voor- en een achterkant. En deze, normaal, ik koop nooit meer letters. Hier heb ik echt nog bakken vol van liggen. Tickers heten die dingen inderdaad. Maar deze vond ik zo gaaf. En omdat ik dan ook gelijk denk, oh, dat is een heel gaaf lettertype zo. En dat kan ik zelf ook een keer namaken met mijn waterverf. Maar ik vond hem gewoon zo leuk, dus die heb ik ook gekocht. En dan rapapapa, het klapstuk van Kelly Creates heb ik watercolor ink gekocht. Geen idee of het wat is, maar het zag er zo mooi uit. Mooie kleuren, dus daar ga ik ook lekker mee spelen. En mijn allerfavorietste waterverf setje. Daar wil ik natuurlijk graag eentje op voorraad hebben. Want die van mij, sommige kleurtjes merk ik, zijn bijna op. En dan koop ik gewoon weer een nieuwe set, want die wil ik gewoon graag hebben. En ondertussen, de video stopte even toen ik hem dus uit mijn standaard haalde. Hier zat hij in en hier zat mijn vinger net tussen. En kijk, hey Jack, ik heb gewoon publiek. Terwijl ik dit hele verhaal zit te vertellen, zit Jack lekker naar me te luisteren. Hey liefie. Hij denkt, dat is te vroeg nu. Dat is te vroeg, hè? Ja, want kijk je boos. Het is te vroeg, hè? Nou, dan ga ik de camera wel even terughangen, want ik wil natuurlijk mijn mooie nieuwe stickers nog even laten zien. Kijk, leggen we dit even opzij. Dat is allemaal verteld. Dit zijn dus de nieuwe stickers. Nou ja, nieuw. Het zijn al mijn designs die ik al had. Ik heb wel een extra nieuwe trouwens. Dus kijk wat je al hier. All the single ladies. Vind je hem niet grappig? Maar dat is een special edition. Ik weet nog niet wat ik ermee ga doen. Of dat die in de shop gaat. Of bij de speciale bestellingen dat ik hem erbij doe. Daar denk ik dus nog even over na. Maar wat is nu het geval? Het is dus echt anders dan mijn eigen papier. Ik weet ook niet of je het zo op camera kan zien. Het is een beetje off-white, maar het is heel silky. Het is echt smooth, zeg maar. Super zacht. En je ziet ook bijna niet dat het stickertjes zijn. Je moet echt heel goed kijken waar de lijntjes zitten. Maar kijk, heel dun zijn ze. Echt, ik vind ze helemaal geweldig. Maar ik heb natuurlijk ook fouten gemaakt. Want dat doe ik nu eenmaal. Dat doet iedereen die onderneemt. Bij deze sheet, zo jammer, want dat is namelijk wel een van de populairdere. Zal je altijd zien. Heb ik dit niet gezien. Zie je dat onderste rijtje? Er zit een dingetje achter. Het hartje. Er zit een soort dubbel dingetje. Maar het is alleen maar het onderste rijtje. Dus ik kan hem natuurlijk niet voor de normale prijs verkopen. Dus ik zit heel erg te dubbel van, ja, wat ga ik er dan voor vragen? Of ga ik hem bij bestellingen erbij doen? I don't know. Ik weet het nog niet. Daar denk ik over na. Daar komt vast wel een oplossing voor. Dus dat was fout. En ik heb ergens niet gezien. Kijk, ik heb altijd zo'n titeltje erboven staan. Dat is voor mezelf voornamelijk natuurlijk voor de code. Want als je zoveel designs hebt, dan denk je op een gegeven moment, welke wordt er besteld?
Dus die heb ik in mijn shop ook zitten. Mini quotes. En dit had hier dat dus nog moeten staan. Stickersheet MQ001. Maar dat vind ik geen ramp. Daarvan denk ik, ja, dat is helemaal niet erg. Dat kan ik natuurlijk gewoon zo verkopen. Maar och, het is echt zo fijn dit. Dus ik ben heel benieuwd. Ik ga alle foto's editen. En proberen deze natuurlijk zo snel mogelijk in mijn shoppie te krijgen. En misschien is het wel zover. En als dat zo is, als de video studio vlog geüpload wordt, dan laat ik dat natuurlijk even weten. Nou, doei! Goedemorgen in de keuken. Ik was net met mijn ontbijtje bezig. Gisteren heb ik wel iets opgenomen, niet heel veel. Gisteravond kwam Jack opeens thuis. En liep helemaal zo mank en leek wel dronken en helemaal in slow motion. Dus we vertrouwden het niet, vooral Sanne niet in het begin. Dus even aangekeken, dacht ik, nou, dit is gewoon echt niet oké. Ik tilde me op en ik zette hem op de bank en hij zakte helemaal een beetje door zijn hoef heen. Ik dacht, nou, dat is niet oké. Dierenarts gebeld, kon er gelukkig gelijk langskomen gisteravond. Ja, wat het nou precies is, of hij is gevallen, bijvoorbeeld van een boom of ergens van afgevallen of verkeerd terechtgekomen. Of een andere kat heeft hem bijvoorbeeld in zijn staart gebeten. Want hij had vooral heel veel pijn achter zijn staart. En Jack heeft echt nog nooit uitgehaald. Nog nooit, weet je wel, je kat altijd zo ziet. Heeft hij echt nog nooit gedaan. Ook niet bij de dierenarts. Maar gisteravond, toen ze aan zijn heupen, bij zijn poten zat. Nou, hij haalde echt uit. Ik schrok me echt wild. Ik dacht, ja Jack, wat doe jij nou? Maar het was eigenlijk ook wel heel erg zielig, want hij kroop altijd helemaal naar me toe. Zo van, save me, waarom doe je mij dit aan? De rest van de avond kijkt hij mij ook niet meer aan, wilde hij ook niet meer bij me zitten. Was hij duidelijk not amused, heeft hij lekker bij Sanne wel in de kamer gelegen. En dus hij heeft pijnstilling meegekregen, omdat hij dan een soort iets van gekneusd misschien heeft, wel in de gaten houden. Want als het wel een kattenbeet is, dan kan er natuurlijk een absces komen. Dus nou ja, nou mag hij niet naar buiten een paar dagen, dus hij stond hier net te krijsen. En dan kijkt hij me ook echt zo aan, doe die deur open, mens. Oh, vind ik eigenlijk nog het meest zielig dat je hem niet kan uitleggen van, joh, je mag gewoon even niet naar buiten. Dus nou goed, hij moet nu een paar dagen die pijnstilling s'avonds krijgen. En dan zien we hem wel weer verder. En ik ga lekker een ontbijtje eten. Yoghurtje met een appel, of een halve appel. En wat, hoe heet die dingen? Pekannootjes, met pekannootjes. En dan ga ik lekker aan de slag, want ik heb heel veel foto's te editen. Nou, doei! Lekker in mijn studio. Gisteravond een bende gemaakt. Daar ga ik nou nog niet opruimen, want kijk, ik heb lekker foto's aan het editen. Oeh, ik word er zelf in mijn thuis gevallen. Sorry. Doei! Hij denkt, dan kom ik bij jou voor de deur zitten. Misschien dat je hem dan hier open doet. Zielig is dat, hè? Kijk eens wie ik heb. Hi. Oh, het is toch heel rot wit, Jack. Hey. Een hele harde regen en wind, hè? Ja. Hij wil eigenlijk naar buiten, hè? Nee, dat mag niet. Dat mag even niet. Nee, dat mag even niet. Ja. Wat een lieverd, hè? Dan maar extra knuffelen. Hallo. Het editen is af, maar nu moet ik nog een beetje in Procreate editen. Want ik vind mijn foto's altijd leuk als ze bewerkt zijn voor in de shop. Dat je misschien de sticker wat beter ziet. Dus ik zal even draaien en laat ik het even zien. Kijk, zo doe ik dat.
Dus de stickersheets zijn natuurlijk allemaal gefotografeerd. Dit zijn dan zeg maar de oude stickersheets. En die zijn net iets anders qua kleur dan de nieuwe. Dus dit is dan als het goed is de nieuwe. Grappig dat ik het zelf al niet meer weet. Wacht, ik moet hem even niet op select hebben. Kijk, dus overal heb ik altijd zo'n klein stickertje die wat duidelijker zichtbaar is. En dat doe ik allemaal via lagen. En dit was dus de oude sheet. En dan moet ik overal de nieuwe sheet ja, een soort van inplakken, zeg maar. Dus het voelt niet eens als werken. Dit is eigenlijk meer gewoon een beetje spelen. Hoe ik lekker al mijn stickers allemaal goed ga zetten. Nou, doei! Hoe is het, Jack? Hoe is het? Ik wou net op schoot springen, maar dat ging niet zo goed. Niet zoveel kracht, hè? Heb je pijn, lieverd? Ja. Jackie. Hey. Oh. Arme Jack, hè? Goedemorgen, goedemorgen. Ha. Blij ei hier. Oh, ik zal even de adres omdraaien, want dat is niet zo netjes. Ik heb superveel bestellingen binnengekregen. Iets van 25. En hoe kan dat nou? Ik had een foutje in een stickersheet. Hartstikke dom van mij. Gewoon met de proofing had ik het niet gezien. Dus het onderste rij van het stickertje had een soort een stuk hartje achter een hartje. Dus ik dacht, nou ja, pech. Kan ik dus gewoon niet verkopen. Balen, balen, balen. Maar ik heb zo'n fantastisch lieve community. Dus daar had ik een berichtje in geplaatst. Mijn eigen Facebookgroep met allemaal lieve schatten. En mijn stoel kraakt. Dat je niet denkt dat ik wat anders zit te doen. En in die Facebookgroep zitten dus allemaal lieve schatten. En daarvan had ik gezegd, help. Ik heb nu dus iets heel doms gedaan. Maar opeens dacht ik, misschien kan ik toch dat stickervel voor 1 euro verkopen. Nou, wat denk je? Hij is gewoon bijna uitverkocht. Wat zijn het toch ook een lieve schatten? Dus ik was bang dat ik met dat product bleef zitten. Dat ik dacht, ja, echt super stom van me. Die kan ik dus gewoon niet kwijt. En nadat ik alles online gezet had en in de shop gezet had, had ik een berichtje geplaatst van de collectors item staat erin. Bam, 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 bam. Achter elkaar bestellingen. Dan ben ik zo dankbaar dat ik denk, ik mag dit werk gewoon doen. Ik word er zo gelukkig van, dus fouten maken, jongens, dat mag gewoon. Want evengoed word ik toch geholpen en worden al mijn producten gewoon verkocht. Met fouten al. Misschien moet ik van nu gewoon overal foutjes in laten zitten. Dat werkt gewoon het beste. Nee, joh, grapje. Ik wil natuurlijk gewoon normale stickers, maar dit is toch echt fantastisch. Dus ik ga nu lekker heel veel inpakken. La 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 la. En misschien zet ik de camera ook nog wel even aan. Laat ik een stukje inpakwerk zien. Nou, doei! Inpakken moet eventjes wachten. Hé, Jackie? Inpakken kan wachten, hè? Ja, kan wachten. Hé. Hey. Oh, wat heb je liefde nodig? Oud knuffelkontje. Hij vindt het niet leuk dat hij niet naar buiten mag, hè? Dat is heel stom, hè? Maar ja, dat mocht even niet van de dierenarts. Maar eerst moet het even genezen. Hè? Ja. Momentje zen voor je. Ja. Lig je goed, Jackie? Hè? Kan ik gaan inpakken nou? Ja, hè. Ligt goed, hè? Goedemorgen, vrijdagochtend 7 mei. En ik ga zo meteen deze studiovlog editen die je nu zit te kijken. Blijft altijd een beetje grappig. Superleuk dat je weer gekeken hebt natuurlijk. En laat vooral weten wat je ervan vond. Doei!